Mijn naam is Imre Schaafsma en ik ben eigenaresse van ISM Makelaars. Als ik nou aan mensen vertel dat ik makelaar ben, krijg ik vaak de opmerking, oké, dus u verkoopt woningen. Ja, dat is dus eigenlijk niet zo, niet in mijn ogen. Wat ik doe is vraag en aanbod bij elkaar brengen. Ik bemiddel voor mensen die iets in de aanbieding hebben, een woning in dit geval, en tussen mensen die op zoek zijn naar een bepaald product, ook een woning. En die twee probeer ik op een goede manier bij elkaar te brengen. Nou, dan is het belangrijk dat je begrijpt wat de voordelen van je product zijn. Van je woning in dit geval. Wat zijn nou de goede punten van de woning? Wat zijn nou die voordelen? Wat zijn nou de dingen waar mensen op zouden kunnen vallen? En dan moet je aan de andere kant gaan kijken. Wat is de doelgroep voor deze woning? Want je moet het wel bij de juiste mensen onder de aandacht brengen. Anders heeft het gewoon niet zoveel zin. Dus dat betekent dat je ten eerste moet kunnen observeren. Je moet kunnen zien wat de goede punten zijn, wat de leuke dingen van een huis zijn. Elk huis heeft iets leuks, ongeacht of het een oude of een nieuwe woning is, of het goed onderhouden of slecht onderhouden is, maar ieder huis heeft wel een bepaald punt waar mensen op kunnen vallen. En de kracht is om dat punt te kunnen vinden en vooral ook duidelijk naar voren te kunnen brengen. Dat noemen ze ook marketing. Marketing is datgene laten zien waarvan jij weet dat mensen daarop gaan vallen. Nou, je moet ook je doelgroep goed kunnen bepalen. Wie is er nou op zoek naar dat type woning wat jij in je portefeuille hebt? Gaat het om jonge mensen? Gaat het om oudere mensen? Met of zonder kinderen? Mensen die in de stad willen wonen of juist buitenaf? En je moet ook goed kunnen luisteren, want laten we wel wezen, mensen die op zoek zijn naar een woning weten soms zelf niet precies waar ze naar zoeken. Dus het is de kunst om dat samen met hen uit te kristalliseren. Ja, dat noemen ze communicatie. En dat vind ik een van de leukste dingen van mijn vak. Het omgaan met mensen, het luisteren naar waar mensen naar op zoek zijn en dan vooral de kunst om datgene waar ze naar zoeken aan te kunnen bieden. En daarmee je eigen verkopers weer heel erg blij te maken. Want er is niks leukers dan met twee partijen bij de notaris te zitten en de sleutel van de een naar de ander te zien gaan. Nou. Wanneer u nu zelf overweegt om uw woning te gaan verkopen, dan weet ik dat u erover nadenkt of u dat zelf gaat doen. Of dat u misschien gebruik gaat maken van de ervaring van een makelaar. Ik hoop dat dit filmpje u een beetje richting heeft gegeven, een beetje geholpen heeft bij die beslissing. En ik nodig u uit om afspraak te maken voor een vrijblijvend gesprek. Want het meest belangrijke in de samenwerking tussen makelaar en klant is wat mij betreft of er een klik is. Of u het gevoel heeft dat u mij kunt vertrouwen. En andersom uiteraard. En of u met dat gevoel uw woning bij mij in bemiddeling zou willen geven. Of wellicht bent u een zoeker en op zoek naar een woning en wilt u daar wat hulp bij. Wat op zich in deze tijden ook zeker niet onverstandig is. Nou, maak die afspraak. Hij is vrijblijvend. En kijk of wij in de toekomst wat voor elkaar zouden kunnen betekenen. Dank u wel voor uw aandacht. En hopelijk tot ziens.